Lars, we gaan eindelijk weer van start. Het heeft een paar maanden geduurd, hè? En eindelijk kunnen we weer aan de bak. Dat is toch waarvoor je doet de wedstrijden. En we gaan alles aan doen om de 3 punten hier te houden. Is het iets waar je de afgelopen maanden echt naar uitgekeken hebt? Ja, het trainen alleen, dat is, daar heb je geen doel. In de wedstrijd daar gaat het natuurlijk om en daar leef je naartoe. En we zijn blij dat het eindelijk weer gaat beginnen. Een iets andere voorbereiding dan normaal natuurlijk, vanwege omstandigheden. Hoe heb je de voorbereiding ervaren? Wat je zegt, totaal anders natuurlijk. Alle regels die je na moet leven. En we hebben wel aardig wat wedstrijden gespeeld. En ik denk ook wel laten zien dat we voetballend goed zijn. Alleen, er moeten nog wel wat dingen verbeteren. En wat zijn er dan dingen die verbeterd zouden moeten worden? Ik denk de kansen die moeten erin. En verdedigend denk ik de goals niet zo makkelijk weggeven. En dan denk ik dat we wel een aardig seizoen kunnen draaien. Heb je ondanks dat het gevoel dat jullie klaar zijn voor de eerste wedstrijd? Ook hoe het leeft in de groep. Iedereen is ermee bezig. En we hebben goede voorbereiding gedraaid op de wedstrijd. Dus het moet goed komen. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe spelers bijgekomen. Merk je dat er al enig automatisme in de selectie zit? Het is natuurlijk even wennen voor die nieuwe spelers ook. Dat is logisch. Maar ik denk wel dat er aardig wat patronen in het elftal zitten. Ja. Welke rol zie je voor jezelf weggelegd dit seizoen in het team? Ik hoop dat ik wat meer minuten ga maken dan vorig seizoen. Maar ik denk dat ik wel redelijk bezig ben. En het enige wat ik kan doen is deze lijn doortrekken. Aan het eind van vorig seizoen was je natuurlijk een lange tijd geblesseerd. Hoe staat het daarmee voor met die blessure? Goed. Ik ben helemaal fit. Dus hopen dat het zo blijft. Verwacht je dat je zondag gaat spelen tegen Vitesse? Dat weet ik niet. We weten de opstelling nog niet. Dat horen we morgen pas. Dus afwachten. Wat verwacht je van die wedstrijd? Natuurlijk niet de meest moeilijke tegenstander om tegen te beginnen. Ik weet niet. Het is een aardig team natuurlijk. Maar we moeten gewoon ons eigen spel spelen en vertrouwen hebben in onszelf. Heeft nog een voordeel, de eerste wedstrijd thuis openen met eigen publiek erachter? Ja, dat is natuurlijk het fijnste. Er zijn wel wat minder supporters in het stadion natuurlijk. Maar dat heeft zeker zijn voordeel.